Van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van Tiel aan tafel met een bomvolle show. Dat mogen we best zeggen, Sarah. We hebben veel gasten, veel interessante gasten in de uitzending. We hebben zometeen Angelique Becks aan tafel. En zij komt vertellen over kinderobesitas hier in de regio. Daarnaast praten we met mensen van VPTZ. Wat dat is, dat komen ze zelf vertellen. En het jubileumfeest, daar gaan we nu over praten, op 28 maart van Keep Fit. Van Keep Fit, we hebben aan tafel Ronald Holdijk en Wijnand Monen. Heren, welkom. Dankjewel. Keep Fit bestaat binnenkort 40 jaar. Dat klopt. Dat is een enorme tijd. En dat gaat groots gevierd worden. Wat is Keep Fit? Laten we daar eens mee beginnen. Keep Fit is een multisportvereniging in Tiel. Al 40 jaar lang organiseren wij zowel binnen als buiten sporten voor de volwassen doelgroep in de gemeente. Dat met een niet-commerciële tint eraan, hè? Klopt, inderdaad. We zijn een vereniging zonder winstoogmerk. Dat is bijzonder. Ja, wij doen dat voor een brede doelgroep volwassen sporters binnen de gemeente Tiel. Die bij ons een tiental verschillende sporten kunnen beoefenen. En dat varieert van hardlopen buiten tot aan zaalsporten als aerobics en volleybal. Nou, Wijnand, jij bent waarschijnlijk al vanaf het eerste uur daarbij aanwezig? Nou, niet het eerste uur, maar toen het zes jaar bestond, toen zes was uur. Ik ook. Dus ik ben ongeveer 34 jaar lid. Ja. Hartstikke goed. Ik ben altijd actief geweest in keepfit activiteiten en conditietraining om gewoon fit te blijven. En, ik vond het altijd heel prettig omdat je op die manier kon sporten. Zonder dat nou in competitieverband te doen. Dat was in verband met mijn werk erg moeilijk te combineren. Wat was dat dus, werk? Ik werk voor organisaties die zeg maar installaties aanleggen. En dat is niet altijd even regelmatig natuurlijk. En ik ben daar ook verschillende keer voor in het buitenland geweest. Dus ja, ik was nog eens een keer weg. En zit je in een competitie, dan kun je niet zeggen, ik ben er drie weken niet. En je laat dan je team, zeg maar, in de steek. En jullie zijn beide bestuurslid. Klopt. Ja. Klopt. Nou is 28 maart is het jubileumfeest. Inderdaad. Wat gaat er gebeuren? We gaan het groots vieren. 40 jaar is natuurlijk niet niks. En dat doen we met een groot feest in de Betuwe, de welbekende faciliteit hier in Tiel. Het restaurant, zullen we maar zeggen, het voormalige restaurant. Ja, inderdaad. Ja, klopt. En wat ik wel bijzonder vind, om toch ook even te benadrukken, is dat wij een tweetal mensen daar bijzondere aandacht aan gaan besteden. Dat zijn mensen die enerzijds van oorsprong de oprichter zijn, de heer Ton Kuiten. Wel bekend in de Tielse gemeenschap. Zeker. Daarnaast hebben we nog een lid, van wie ik de naam even kwijt ben, die ook bijna 40 jaar in lidmaatschap gaat vieren. En die worden dus in het zonnetje gezet? Absoluut, ja, zeker. Het is een bijzondere prestatie, 40 en jaar. Al die mensen die in die 40 jaar voorbij zijn gekomen, en wellicht ook zijn er heel veel blijven hangen, die zijn allemaal welkom daar? Of? Hoe gaat dat in zijn werk? Wij organiseren het feest voor de actieve leden. Inclusief Partners of Introducees, inderdaad. Zodat we er een grote vijf van kunnen maken. Ja, hartstikke leuk. Daar worden dus inderdaad twee leden nog even speciaal in het zonnetje gezet. Ja. Maar gaan jullie dan ook nog iets sportiefs doen of wordt het louter feestvieren? Ja, de sportiviteiten die doen we zeg maar door de week. En die avond is om feest te vieren. En dan vieren we ook feest. Dus dan hoeven we niet nog, zeg maar, nog een keer rond het gebouw te rennen. Dat is allemaal niet nodig. In dat jubileumjaar staan er nog meer festiviteiten op stapel? Nee, anders dan wat wij normaal gesproken al doen. Wij staan midden in de Tielse samenleving. Dat is mooi gezegd. Wat doen jullie aan de Nationale Sportweek. Dat is een initiatief van NOC-NSF waarbij in juni iedereen een maand lang gratis met ons mee mag komen sporten. Om gewoon een van onze sporten eens uit te proberen. Kijken of dat is voor je. Om vervolgens wellicht als lid toe te treden en op structurele basis de sport te gaan beoefenen. Als mensen enthousiast zijn geraakt, hoe komen ze bij jullie terecht? www.keepfittiel.nl, dat is onze website. Daar staan al onze 10 sporten keurig opgesomd, inderdaad, inclusief een kort profiel erbij. Wat we beogen met de sport, wat het niveau ongeveer is. Dat je ook een inschatting kunt maken of het haalbaar is om in te stromen. Nogmaals, we zijn een breedte sport, dus in principe is het voor iedereen haalbaar om bij ons mee te sporten. Ja. En op de site kunt u daar alle informatie vinden. Kijk. Hartstikke goed. Even nog een kleine interesse. Wat voor sport beoefent u bij Keepfit? Ja, ik doe conditiesport. En conditiesport is gewoon 's avonds zorgen dat je conditie zeg maar, op peil houdt. Met allerlei dus oefeningen. Lopen, en, lopen, rennen, springen. Vliegen. Je optrekken. En, zeg maar, gewoon om conditie op
peil te houden. Nou, u ziet er ook heel fit uit. Dank u wel. Nou, ik wens jullie voor 28 maart een fantastisch jubileumfeest toe. Heel fijn dat jullie erover hebben willen vertellen. En iedereen die belangstelling heeft, keepfittiel.nl. Goed, en nogmaals gefeliciteerd met jullie jubileum. Dank u wel. We zullen er een mooi feest van maken. Zitten hier zo lekker bij elkaar. Ja. Genieten jullie van het zonnetje? Ja. Ja, dat was wel de bedoeling, ja. Wat doet dat zonnetje nou met iemand, met u? Nou ja, lekker geestelijk. Word er eenmaal een beetje van opgeknapt. Ja, nee, doe maar even hoor. Het zonnetje dat... Ach, in de regen zit je een beetje in de dub, maar met zonnetje dan, ja, dan leef je helemaal op. Heren, klein vraagje. Jullie lopen nou lekker richting de zon. Wat doet die zon met u? Wat het doet met mij? Ja, het brengt geen geld in mijn eigen portemonnee. Maar het doet wel een beetje positief op mij eigenlijk. Een beetje oproep eigenlijk. Hè. Lekker energie? Ja, dat wel. Ja, ja. Ja. Leven ziet er toch een beetje anders uit als die zon schijnt? Ja, zeker. Maakt je vrolijk. Ja, dat vind ik. Ik ben gisteren op de Gelderland geweest. Er staat zo'n foto in de krant vandaag van ons samen. Oh, wat leuk. Maar waarom is dat? Nou, omdat Hannes 2 jaar dood was. Oké, dit is het bankje natuurlijk. Ja, Hannes het bankje, goed bekeken. Dus zo doen we het. Maar jullie genieten hier lekker van het zonnetje? Ja, wij genieten van de zon. Ja. Tot 6 uur, daarna gaat hij onder. Klopt, dus tot die tijd? Nee, ben ik al thuis hoor. Ja. Zolang laat ik de vrouw niet erin. Klein vraagje. Laat me nou zo lekker richting die zon. Wat doet dat zonnetje nou met je? Dan wordt de mens blijer van, toch? Lekker hè, we hebben er gewoon weer zin in. Ja, we hebben het nodig. Ja, ja, vind ik ook. Ja. Lekker terrasje. Ook, heb ik al gedaan net. Even een kopje koffie gedronken. Genieten. Ja, zeker. Het zonnetje maakt me vrolijk. En het is gewoon het zonnetje, het teken van leven. Klopt. Mensen worden levendig. Ja. En dat zie je ook in de stad. Je merkt het als winkelier. Merk je gewoon dat er heel veel mensen naar buiten komen. En dat stimuleert ook de omzet. Jullie lopen nou lekker richting het zonnetje. Dat zonnetje, wat doet dat nou met u? Word je vrolijk. Dat is alles. Ja, lekker hè? Ja. Ik wens jullie een fijne dag en bedankt. In Tiel aan tafel aangeschoven Angelique Becks, diëtiste in Tiel. We moeten jou feliciteren. Ja. 25 jaar in het vak. Ja. En dat belooft een mooi feest te worden. Dat gaat nog komen en daar gaan we ook niet over praten. Nee, ik ben gezellig met collega's. Een hele andere reden. Ja, wij gaan het hebben over een serieus onderwerp, een serieus probleem eigenlijk in deze regio. Uit onderzoek is gebleken dat er heel veel kinderen met overgewicht zijn. Dat klopt. Obesitas. Ja. En die percentages zijn best schrikbarend. Ja. Nou, jij houdt je daarmee bezig en jij hebt daar ook zelfs een plan voor ontwikkeld. Sterrenwijzer. Ja. Dat wat kan jij daarover vertellen? Wat houdt dat plan in? Het sterrenplan, de sterrenwijzer houdt in dat we kinderen met behulp van een aantal sterren, of met behulp van het aantal sterren, leren om dat ze een idee krijgen over de energetische waarde van voeding, dus hoeveel calorieën voedingsmiddelen bevatten. Dus een soort stukje bewustwording. Precies. En de sterren hebben we een kleurtje gegeven, rood, oranje en groen. Om eigenlijk aan te geven, de groene sterren die zijn voor voedingsmiddelen die gewoon heel gezond zijn. Spelende Ja, precies. Hartstikke mooi. Ja, en het is nog een pilot, maar het werkt op dit moment heel erg leuk met kinderen. Voor welke leeftijd is dit gemaakt? In eerste instantie is het gemaakt van 8 tot 12-jarigen, maar ik gebruik het ook wel bij oudere kinderen. En we zijn zelfs bezig om het bij volwassenen te gebruiken. Ja. En we hebben er een blad bij gedaan, want we hebben in het sterrenplan staan een heleboel verschillende voedingsmiddelen. En daarin was natuurlijk geen alcohol opgenomen. En die hebben we bij het extra blad voor de volwassenen bijgedaan. Dat is dan het verschil. Maar in de basis komt het natuurlijk best wel op hetzelfde neer. Precies, ja. Heb jij zelf nou enig idee hoe het komt dat het hier juist in Rivierenland, in dit gebied, dat het erger is dan in de rest van het land? Dat overgewicht bij kinderen. Want wij steken er best wel bovenuit. Ja.
Waarom het bij kinderen zo duidelijk meer is, zou ik zelf niet zo heel duidelijk antwoord op kunnen geven. Ik weet wel dat al een aantal jaren de regio Rivierenland en Tiel op heel veel dingen heel rood scoorde. En ik denk op het moment dat het in totaliteit dus voor veel mensen veel overgewicht is of veel hart- en vaataandoeningen en veel diabetes, dat het mogelijk ook meegenomen wordt naar de kinderen. Want, ja, je hebt het heeft te maken ouders dus met opleiding. Nou ja, en je hebt natuurlijk als ouders wel een voorbeeldfunctie. Hè? Ja. Ja. Ja, ik heb inderdaad wel gelezen dat vooral bij laag opgeleide, dat het probleem groter is dan bij hoog opgeleide. Ja. Ja. Waar richt jij je nu op? Hoe pak jij het aan? We hebben afgelopen jaren hebben we een project gehad binnen heel Rivierenland met behulp van de GGD. En dat is een aantal jaren gesponsord door Menses. En dat de zorgverzekeraar. Ja. En dat heeft als gevolg gehad dat we heel veel contact hebben gekregen met de jeugdartsen van de GGD. Dus echt die aan de voorkant meekrijgen. Ja, precies. Ja. En daar krijgen we gewoon heel veel verwijzingen van voor kinderen die gewoon overgewicht hebben. Mensen die zorgverzekeraar, die betaalden het een en ander, neem ik dan aan? Ja, er was een pilot. En dat werd bekostigd vanuit een speciaal potje waar mensen daar eigenlijk dat beheerden op dat moment. Mm-hmm. Maar dat was een compleet platform ook toen, hè? Ja, ja. Wat georganiseerd werd, want er waren allerlei disciplines bij elkaar. Ja, het was een multidisciplinair project met fysiotherapeut, kinderfysiotherapeut, orthopedagoog of psycholoog. En de sportschool en de diëtist. En er draaiden vier groepen in de hele regio. En hoe is de ontwikkeling? Dit klinkt heel prachtig. Ja, ja, hoe gaat dat nu? Precies. Ja. Ja. Het, is, het ligt op zijn gatje. Maar is dat op zich is dat vreemd. Want, ja, het is gewoon hartstikke jammer. Want waar ligt dat aan? Aan financiën. Ja, dat begrijp ik. Ja. Maar goed, dit zou toch opgepakt moeten worden? Ja. Nou, wij zijn zelf bezig dan binnen Tiel. De GGD is er eigenlijk altijd wel heel erg mee bezig geweest. De andere groepen die draaiden zijn het ook weer op gemeenteniveau aan het proberen rond te krijgen. Maar ja, het kost natuurlijk een hoop. Met de wethouder, met Henk Driessen? Wij praten nog met niemand. Tot nu toe heeft de GGD dat gedaan. Wat is sowieso de hoogste tijd. Ja. Maar Henk zit ook in het bestuur van de GGD, dus dat moet bekend zijn. Ja. Want WMO komt naar de gemeente toe. Ja. Dus daar, en ik weet dat Tiel daar op inzet, financieel, om dit aan te pakken. Nou, het is te hopen dat het iets wordt. Want, ja, dat zou natuurlijk wel heel mooi zijn, want het is gewoon echt een heel groot probleem. Ja, want op het moment dat de kinderen bij ons onder behandeling zijn, pak je natuurlijk niet alleen het kind zelf aan. He, met het project wat er toen draaide, waren ook ouderbijeenkomsten. Dus dan pak je ook de ouders eigenlijk mee. Maar ook de rest van het gezin. Ja. He, want omdat je er toch over die voeding praat. En ja, dat is ook wat wij hoorden binnen het project. Dat kinderen die bijvoorbeeld slecht aten, dat die ineens ook beter gingen eten. Dat er veel meer groente en fruit werd gegeten. Vertel eens, Angelique, heb je dan ook eer van je werk? Zie je ook daadwerkelijk verbetering? Ja. Ja, bij de kinderen zie je gewoon heel vaak verbetering. Zeker op het moment dat ze het volhouden om te blijven komen. Want het is natuurlijk veranderen van gedrag is een langdurige kwestie. En op het moment dat er eerder afgehaakt wordt, dan zie je dan toch wel dat er weer terugval is. Maar blijven ouders en kinderen het volhouden, dan zie je gewoon hartstikke mooie resultaten van kinderen die echt in het rood eindigen, beginnen met de BMI en eigenlijk richting het groen gaan. En dat is natuurlijk schitterend. Ja. En dat vinden de kinderen ook altijd hartstikke leuk. Ja, maar als je dan nagaat, even simpel gedacht, dan wordt er op bezuinigd. Dit wordt dan afgeschaft. Maar die kinderen. Nou, dat is niet gezegd, Sari. Nou ja, goed. Maar er moeten wegen gevonden worden. Dat moeten we gaan gebeuren. Want dit zijn kinderen die diabetes krijgen. Dit zijn kinderen die hart- en vaatziekten gaan krijgen in de toekomst. Ja, dan gaat het nog allemaal veel meer geld kosten. Ja. Dan zou je dan denken. Hè? Maar dat denken wij al jaren. Ja, nou, maar het is niet zo. Ik wil niet zeg maar die andere overheid in de pres springen. Maar het is wel zo dat men dat ook vindt. Alleen het is wel zaak dat men met elkaar in gesprek komt. Ja. Nou, ik geloof hier wel in dat dat uiteindelijk gaat gebeuren. Hey, dat is Sterrenwijzer, hè? Dat heb jij zelf helemaal ontwikkeld? Ja, samen met een collega uit de regio, die dus ook die projecten heeft gedraaid afgelopen jaren. En daarvan hebben wij op een gegeven moment de koppen bij elkaar gestoken van nou, wat we aangeboden werd toen, waren we niet tevreden over. Dat moest anders. En daar wordt dat dan ook landelijk uitgerold, zoiets?
Dit is wel de bedoeling. De bedoeling is dat binnenkort bij onze beroepsverenigingen bekendgemaakt gaat worden. En dat onze collega's het kunnen gaan kopen. En dat het dus landelijk gebruikt gaat worden. Nou, ja, dat is wel iets om trots op te zijn. Ja, dus ja. Ja, dat is het zeker. Absoluut. Ja, absoluut. Leuk, ja. Nou, geweldig. Heel erg veel succes met de sterrenwijzer. De plannen. Ik hoop dat het inderdaad allemaal wat makkelijker gaat worden. Ja. Ook in de toekomst. Ik hoop het ook. We zullen de vinger aan de pols houden. En we nodigen graag over een tijdje weer uit om eens te horen hoe het allemaal gaat. Dat is prima. Okay. Succes. Ja. Oké, okay, prima. In Tillertafel, nu aangeschoven Irene Schoonderbeek en Claria Cerné. En jullie zijn van VPTZ. Waar staat dat voor? VPTZ, de afkorting, de letters zijn vrijwilligers palliatieve terminale zorg. Dat is een pittig klusje. Een pittige klus, ja. Ja. En VPTZ, dat zijn vrijwilligers, een groep vrijwilligers, die voor een gedeelte in het hospice werken. Dus vrijwillig helpen. Ja, op Vrijthof. Op Vrijthof, ja. En een groep vrijwilligers die bij de mensen thuis helpen als mensen terminaal zijn. En die helpen dan de patiënt ondersteunen, maar ook de mantelzorgers ondersteunen, zodat die wat minder belast worden. Dat doet de VPTZ. En hoe kom je daarbij terecht? Ik ben dus werkzaam op het hospice in Tiel. Ja. Ja. En ik vond het gewoon altijd heel boeiend om met mensen om te gaan. En een stuk zorg, wat ik altijd erg mooi vond. En bij ons is het zo dat het er zijn, dat is eigenlijk een beetje de taak van de vrijwilliger. En ja, ik moet zeggen, ik word gewoon altijd heel erg blij als ik naar het hospice toe ga. En dat klinkt eigenlijk heel raar. Je bent zo belangrijk. Maar het is echt ontzettend waardevol werk wat we daar doen. Je kunt toch het verschil maken, hè? Absoluut. Want vooral de laatste fase. Precies, mensen in die fase willen gewoon liefde en aandacht. En die krijgen ze bij ons. En dat, ja, daar ga je gewoon met een heel blij gevoel naar huis. Iedere keer weer. Maar ook wel af en toe neem ik aan met een brok in de keel. Ik zeg, er wordt bij ons veel gelachen. Maar er wordt ook wel gehuild. En dat is natuurlijk toch onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar toch geeft het gewoon een heel goed gevoel dat je dit voor iemand kan doen. Ja, goed, maar je moet dit mentaal zelf ook aankunnen. Ben je hiervoor opgeleid? Word je ik heb een andere functie. Ik zit in het bestuur en ik ben voorzitter van het bestuur. Dus wij zijn overkoepelend. Wij zorgen dat de vrijwilligers zeg maar, daar kunnen werken. Oké, maar die vrijwilligers, worden die opgeleid? Worden opgeleid. Hoe ze worden gescreend. We hebben een coördinator, dat is de enige betaalde kracht. Want het bestuur is ook vrijwillig. En de coördinator die werft vrijwilligers en screent de vrijwilligers. En ze krijgen ook een opleiding, een introductieopleiding als ze beginnen. Dus ze worden niet meteen voor de leeuwen gegooid. Nee, dit moet je krijgen een goede opleiding. Kunnen, natuurlijk. Ja. En ze worden ook, jullie worden ook goed begeleid. Absoluut. Ja, wij worden erg goed begeleid. En je ziet inderdaad toch dat de vrijwilligers toch vaak wat dames en heren zijn die wat ouder zijn, die natuurlijk toch zelf al wat meegemaakt hebben in het leven. En daardoor dus ook om kunnen gaan met dit soort, met dit werk. Ja. Ja, een meisje van 17 zal dit niet zo grappig vinden. Precies, die gaat dat wil niet ik doen. Ermee zeggen. Juist. Natuurlijk, natuurlijk. Ja, inderdaad. Maar omdat je zelf inderdaad wat ouder bent en toch al te maken hebt gehad met verlies, of met ziekte. Ja, precies. En dan kun je dat dus aan. Ja. Tenminste, ik kan het aan. We hebben een delicate kwestie. En dat heeft alles te maken met die zelfredzaamheid van die maatschappij. Ja. Hè? De politiek heeft de mond daar vol van. Mm-hmm. De belasting naar de vrijwilligers toe. Is dat nog wel reëel? Tot nu toe merken wij daar niet zoveel van. Want we zouden heel graag wel vrijwilligers erbij willen hebben. Mm-hmm. De belasting heb ik het over. Ja, dat valt dus wel mee. Ja, nee, dat valt wel mee in de zin van dat we hebben het werk blijft hetzelfde. Er wordt niet zo, omdat de participatiewet nu zo in zwang is, daar hebben wij nog niet zoveel mee te maken. Nee. Oké, komt dat nog? Of? We verwachten het wel. We verwachten het wel. En wat verwacht u dan? Nou, dat er steeds minder thuiszorg gegeven kan worden. Want wij zijn aanvullend op de thuiszorg. En als die minder kunnen komen, dan wordt er meer een beroep gedaan op de vrijwilligers. Ja, en zou dat eerlijk zijn? Zou dat kunnen? Ja.
dan hebben we te weinig vrijwilligers nu. En we zijn ook hard aan het werven. Om... Dus daarom ook belangrijk dat u hier aan tafel zit. Ja, daarom is het belangrijk. Ja, ja zeker. Dat ook, want mensen vinden het vaak heel mooi. Maar ik sta wel eens op de vrijwilligersmarkt in één keer per jaar. En dan lopen de mensen toch om onze stand heen. Ja. Want dat vinden ze het al spannend en eng en zo. Ja. Ja. Terwijl als je het eenmaal doet, wat jij ook kent. Want hoe lang doe jij dit nu? Ik ben volgens mij in 2010 begonnen. Dus, ja. Dus inmiddels 4,5 jaar. Ja, ik zie dat jij met vol enthousiasme praat over deze klus. Ja, maar dat is ook. Ik zeg het is, mensen snappen dat ook niet. Oh, maar jij werkt op het hospice. Ja, daar gaan toch mensen dood? Ja, dat klopt. Daar gaan mensen dood. Zeg maar, er wordt ook heel erg veel gelachen nog. En je kan gewoon die laatste fase gewoon nog heel veel... voor mensen betekenen. Ja. En dan gaat het, soms gaat het inderdaad over iemand die zin heeft in een broodje kroket, ik noem maar even iets heel geks. Maar dat gaan we dan dus gewoon voor ze halen. Dat kan dus gewoon allemaal. Wij proberen zoveel mogelijk nog gewoon tegemoet te komen aan de wensen van onze cliënten, Een nieuwe vrijwilligers werven is in dit geval best wel lastig, want het werpt een heleboel vragen. Is er een mogelijkheid bijvoorbeeld van een soort van snuffelstage? Ik roep maar even wat. Kan ik een paar dagen meelopen? Nou, wel op de hospice. Als mensen zich voor het hospice opgeven, dan kunnen mensen wel meelopen. Maar thuis is het, dat kun je bijna niet doen. Nee, dat gaat niet. Dat kun je bijna niet doen. Nee, logisch, logisch. Maar ik denk dat heel veel mensen nu best wel denken, oh, dat zou best wel wat voor mij zijn. Maar zit je dan ook een aantal uren vast? Of hoe werkt zoiets? Nee, jullie werken een halve dag per... Ja, er zijn twee diensten. Je hebt of een ochtenddienst en die loopt van 8:30 tot 1:00. Of je hebt een middagdienst en die loopt van 3 tot 7. Okay. Dus, en jij kan dus zelf bepalen wat jou het beste past. Als jij inderdaad bepaalde dagen niet kunt, omdat je misschien ook nog betaald werk hebt. Het kan allemaal rekening mee gehouden worden. En je wordt dus gewoon zo ingepland zoals het jou het beste past. Dat kan dus gewoon allemaal. Het is niet zo dat je 3 dagen daar bent dan? Dat kan, dat als je kan dat wel. Zou willen. Ik dat heb zelf wel. Inderdaad een hele poos 2 keer in de week gedaan. Maar ik kreeg een betaalde baan erbij. En toen heb ik gezegd van toen kon het niet meer. Maar ik zei, ik wil het wel heel graag blijven doen. Dus ik ben naar 1 keer in de week gegaan. Maar ja, er zijn meerdere dames die het 2 keer in de week doen. 2 dagdelen. En heren, zijn ze er ook? Ja, we hebben ook een paar heren. Ja. En die zijn vooral eigenlijk voor thuis, bij de thuisvrijwilligers. Okay. We hebben het wel ook wel in het hospice gehad, maar dat is nu niet... Bij ons zijn op dit moment eigenlijk alleen dames. Dus heren inderdaad, die... Welkom. Die zijn echt welkom. Ja, weet je, die voegen toch weer op een hele andere manier ook weer iets toe. En dus die zijn meer dan welkom. Ja, de nieuwe kamers die zijn of worden opgeknapt door de Vree en Sliepen. Hoe ver staat het daarmee? Ik ben toevallig vandaag op het hospice geweest. Ik heb nog geen activiteit gezien, maar... Ze mannen moeten aan de slag. Ja, dat is wel heel hard nodig. Het is heel hard nodig. Dus wat mij betreft zo snel mogelijk. Ja, hartstikke goed. Ja. Nou, ik vind dit zo ontzettend mooi. Jullie zijn zo waardevol voor mensen die in de laatste fase van hun leven zitten. Nou, mijn complimenten en mijn respect daarvoor vind ik niet alleen die van jou, maar ook prachtig. Die van mij en van eigenlijk van heel Stads TV. Ja, zulke mensen en moeten mochten mensen worden. En dit ook voelen, willen, kunnen zich wenden tot jullie? Ja, ze kunnen, zeg maar, we hebben een website, www.rivierenland.tiel-buren. Neder-Betuwe, want dat is een heel gebied. Het is een heel verhaal, maar mensen kunnen ook gewoon een mail sturen naar ons www, toe. Ja, of naar jullie toe. Dan komt het altijd goed. Want we zoeken ook, wat we ook, er is nu een project op de hospice waarin we graag koken voor mensen. Die, weet je wel, die helemaal geen zin hebben, alleen maar daar zin in hebben. En dat zou heel fijn zijn als we daar ook mensen voor kregen om... Ze willen koken voor mensen, dat ook heel leuk is. Daar, je moet respons komen, dat kan niet uitblijven. Mooi. Ja. Het zou heel mooi zijn. Absoluut. Ook jullie willen we graag blijven volgen hoe het allemaal reilt en zeilt. Mm-hmm. En als jullie wat te vertellen hebben, u weet de weg om naar de Stads TV te komen. Heel graag. Dank je wel. Heel veel succes voor iedereen. Bedankt. Dank jullie wel. Voor ons bloemetje van deze week zijn we beland op het Vrijthof. Hier zijn 2 dames aan het werk op vrijwillige basis en hebben we het over Gislaine en Louisette Bergman. En deze dames zetten zich met hart en ziel hierin. Maar ook voor de Stichting Vlinders en ze doen vrijwilligerswerk voor daklozen. En
verslaafden, eigenlijk zijn ze erg druk. Nou, Truus van Meulen die vindt dat deze dames een bloemetje verdienen. En dat gaan wij dus nu doen. We gaan ze overvallen hier op het Vrijthof met dit boeket. Louisette en Ghislaine. Ja, net andersom, hè? Ja, ja. Komt er even bij. Even bij elkaar, alsjeblieft. Waar is dat voor? Dit is het bloemetje van de week van Stadstv Tiel. En dat is aangevraagd door iemand die heel veel respect heeft voor jullie. Want jullie doen heel erg veel vrijwilligerswerk. Waaronder hier in het Vrijthof, maar ook voor Stichting Vlinders, daklozen, verslaafden. Ja, dat klopt. Truus van Meulen. Oh. Die heb je op de straat. Ja. En zij zegt, ze zijn er zo druk mee. Ja, dat zijn we ook eigenlijk wel. Ja, je wil als je gepensioneerd bent, dan wil je toch iets gaan doen, hè, met het vrije tijd. Ja. Dus zo is dat, deden we voor die tijd al, hoor. Ja, deden we ook dus al. Dat is erbij eigenlijk, ja. En ja. Dit zijn natuurlijk hele mooie activiteiten, want jullie maken heel veel mensen gelukkig hiermee. Ja. Ik hoop het. Ja. 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 Ja, een beetje vrolijk gezicht erbij. En, ja, dat is toch prachtig. Dat is heel veel toegevoegde waarde natuurlijk. Ja, dat is ook zo. Ja, nou goed, dit boeket dus voor jullie. Dank je wel. Namens Truus. En jullie gaan voorlopig hier nog mee door? Ja, zeker. Ja, zeker. Kan, doen we dat. Kan, doen we het, ja. Oké, nou, heel veel geluk, heel veel plezier. En heel fijn dat jullie dit allemaal doen. Dank je wel, hoor. Bedankt voor de mooie bloemen. Vanuit Lunchcafé Royaal zeggen wij u gedag. Dit was een hele leuke Tiel aan tafel met leuke mensen. Hè? Zeker. Mooie gasten waren dat. Het bloemetje van de week hadden we de straatpraat. En we spraken onder andere met mensen van Keep Fit en ook van de VPTZ. Als mensen een bloemetje willen aanvragen, Sari, hoe gaat dat in zijn werk? Ze kunnen naar de winkel van Magiel Becker gaan. Ze kunnen natuurlijk ook op de StadsTV-app kijken en daar het bloemetje aanvragen. Of een mailtje sturen naar info@stadstvtiel.nl. En dan gaan wij zorgen dat dat in orde komt. Kortom, mogelijkheden genoeg. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe Tiel aan tafel. Graag tot dan.